Welkom bij een rustig straatje, waarbij er aan de horizon meer te vertellen valt. Waar geschiedenis is geschreven, waar cruciale gebeurtenissen zijn geweest, van de belangrijke gebeurtenissen in de hedendaagsperiode tot en met de hedendaagstijd en verder. Dit gebied geeft mij veel voldoening en relaxatie. Waar ik de vogels hoor fluiten en de Brugse wind hoor langs bomen ritselen, deze daling van dit dalstraatje fluit de wind langs de fiets. Hier is het Albertkanaal met zijn golvende water. Mooie kaalgewitterde bomen, vogels die vliegen door de lucht en, jammer genoeg, vuilnis. Dit komt door het jarenlang dumpen van afval in het kanaal. Dit is een kanaal dat van Luik of Liège tot en met de Schelde reikt. Wie naar de rechterkant durft te kijken, kan zien dat er een rode brug staat. Dit is een brug waar het leger met man en macht de Duitsers tegenhielden. Dit is één van de enigste bruggen die het einde van de Tweede Wereldoorlog haalden. Het kanaal was in 1939 met de hand gegraven. Leuk weetje, de eerste schep is gedaan door koning Albert I, daarbij de naam Albertkanaal. Verder door is Cannes. Dit is een dorp waar vele boten staan. Hier waren vroeger ook mergelopgravingen. Verderop zien we eerst het fort Eben Emael. Dit is een voormalig verdedigingswerk dat zorgde voor het tegenhouden van de Duitsers. Hierna kunnen we een verbreding van het kanaal zien. Hier komt de Maas en het kanaal samen. Dit is Klein Ternaaien, waar aan de rechterkant van het kanaal de Maas samenkomt met het Albertkanaal. Hier is ook de Franstaal volop aan de borden te zien. Verderop, in de verte, is er meer te ontdekken, zoals Herstal, een gemeente voor Luik. Hier eindig ik mijn verhaal met mijn tour langs het kanaal. Bye.